Wat super tof om te zien hoe hard iedereen de afgelopen dagen heeft gewerkt. En hoe we in 24 uur de school hebben omgetoverd in een heel circus ongeveer. Met allerlei mooie activiteiten. En dat zo op de dag voor de vakantie. Ik ga het heel kort houden. We gaan er een hele mooie dag van maken. We gaan met z'n allen natuurlijk enorm veel geld inzamelen voor Roendo. En daar hebben jullie al enorm je best voor gedaan. Ik ga het woord geven aan meneer Van Engelen, de wethouder die heel graag jullie wil toespreken en met onze dag wil openen. Er is mij gevraagd om als wethouder van onder andere onderwijs van deze mooie gemeente vandaag de opening te doen van dit event, deze happening. En ik heb gezegd, dat doe ik graag, ook al is het ook voor mij de laatste dag voor de vakantie. Ik ben werkelijk wel onder de indruk van wat ik hier zie. Alle activiteiten, alle belangstelling, alle kermisattracties lijkt het wel die hier buiten staan. En ik ben zeer onder de indruk ook van hetgeen wat jullie aan werk hebben verzet. En in ieder geval ook onder de indruk van het goede doel, want alles gaat om een goed doel. Dank jullie wel en heel veel plezier vandaag en haal zoveel mogelijk op. Red Nose Day is de belangrijkste inzamelingsactie van Comic Relief. Comic Relief is een Britse charitatieve instelling die in 1985 werd gestart door comedie-scriptschrijver Richard Curtis ten behoeve van de hongersnood in Ethiopië. Zoals de naam aangeeft worden er op Red Nose Day rode clownsneuzen gedragen die in veel winkels te verkrijgen zijn. Een van de belangrijkste principes van Comic Relief is het Golden Pound Principle. Elk gedoneerd bedrag gaat naar een goed doel. Alle onkosten worden vergoed door sponsors uit het bedrijfsleven. Als jullie het verkocht hebben, waar gaat de opbrengst dan naartoe? Ja, Roendo, Namibië. En hebben jullie dat zelf gebakken? Ja, zo. Knap hoor. Superleuk! Ziet er allemaal schitterend uit. Hebben jullie dat zelf gemaakt? Ja. Echt waar? Ja. Hebben jullie het allemaal zelf gemaakt? Ja, zeker. Ja, echt waar? Ja. En in hoeveel tijd? 5 uur. Wat zeg je? 5 uur. En dit ook? Ja. En dat is al wat van verkocht? Ja. Veel? Ja, we hebben best wel veel dingen. Zo, wat een hoop. Ja. Leuk. Ik ben hier op het Anne van Rijn College op een bijzondere dag. Het is vandaag de Rode Neuzendag en ik praat even met Ruben en Maaike over hun activiteiten hier op deze school. Wat is dat, die Rode Neuzendag, oftewel de Red Nose Day? Ja, zal ik er waar? Dat is goed. Ja. Nou ja, van oorsprong wordt dit eigenlijk al, nou, dit wordt al jaren georganiseerd op het Anne van Rijn. En eigenlijk is het een hele speciale dag met allerlei activiteiten georganiseerd door de leerlingen en voor de leerlingen. Waarbij we een volledige eigenlijk een opbrengst gaat naar Roendo. Ruben, het is landelijk niet zo'n succes geworden, dat Red Nose Day. Nee. Hoe komt dat? Geen idee. Waarom hier op school wel dan? Het is een traditie, we hebben het al heel erg lang. Het wordt door en voor de leerling georganiseerd. Iedere mentorklas bedenkt samen met zijn mentor een activiteit of een kraampje. En omdat iedereen zo zijn bijdrage levert, is het een groot succes. Ook nu weer. Ja. Jongens, hartelijk dank. Succes met deze actie. Dank u wel. Dank u wel. Fijne vakantie. Dank u wel. In ons land staan door armoede veel mensen buiten de maatschappij. En dat
geïnvesteerd in achtergestelde kinderen en ouderen. Om deze kinderen en ouderen uit hun isolement te halen is geld nodig, maar bovenal vrijwilligers die iets met hen willen ondernemen. Ik heb het niet. 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 Ik heb het niet.